Mijn naam is Peter Haartsloot en ik ben als manager engineering betrokken geweest bij de uitbesteding en aanbesteding van dit project. We staan hier vandaag in de machinekamer, het hart van de ijsbaan voor het zwembad, verwarming van het zwembad. Die werkt op natuurlijk koude middelen. En de naam warmtepomp is eigenlijk een heel mooi gekozen naam, want een warmtepomp, heel actueel momenteel, maakt geen warmte, maar verplaatst warmte. En in dit geval maken we dus gebruik van de warmte die vrijkomt bij het maken van het ijs. Daar komt heel veel warmte vrij en die verpompen we, die brengen we naar een hogere temperatuur. En dan gebruiken we die warmte voor het verwarmen van het zwembad. En dat is bij dit warmtepompprincipe echt uniek. Meestal wordt een warmtepomp gebruikt om in de winter een huis te verwarmen. Of een ruimte te verwarmen, of in dit geval een zwembad te verwarmen. Maar eigenlijk de kou die daarbij ontstaat, gebruiken we hier ook voor het maken van de ijsvloer en het koelen van de ruimte waar de hele ijsbaan opgesteld is. Dus in dit geval heeft een warmtepomp, aan beide zijden wordt de warmte benut. Dit is echt de optimale inzet van een warmtepomp. Ja, Nijs bouwt en ontwerpt installaties altijd klantspecifiek. Dat betekent dat wij een speciaal project zoals deze ijsbaan goed aankunnen. En voor onze klanten in de industrie betekent het dat we het ontwerp precies kunnen toesnijden op hoe zij de installatie willen gebruiken en op hun situatie. Daarbij hebben wij onze eigen software en dat betekent dat we altijd ook klantspecifiek kunnen integreren met een gebouwbeheersysteem of een big data toepassing, een SCADA layer. En dat is eigenlijk hoe wij ons onderscheiden.